dus op 150 meter van het startpunt. Dan zal de start nu ongeveer gevallen zijn. We zien wat bewegen. We zien iets bewegen, maar het echte duel om de leiding zien we niet. Wacht even tot er ietsje licht in de duisternis komt. Hero Dertals lijkt aardig voorin te zitten met Jaap van Rijn. We zien de gouden helm vooraan. En die gaat ook als eerste de bocht in, naar het lijkt. Zo gaan de paarden de bocht door. Tweede plek is voor Haring Okina. Hero Dertals, Haring Okina. Jos Maza ligt al op plaats 3. Die heeft een uitstekende start gehad. En daarachter op de vierde plek aan de buitenzijde volgt Davy Magiek. Ze komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Eén deelnemer is 3 dik blijven hangen. Dat is Estiel Dostal. En die ligt schuin achter Hazardeuze in het derde spoor. Wordt nu teruggenomen naar het tweede spoor. Jos Maza neemt nu de leiding over. Opening, daar gaan we niet op in, want die klopt niet wat daar staat. Tenminste, 13.5 zou kunnen, maar 13.51 is voor iets heel raars. Gaat nog 900 meter afleggen en Jos Maza denkt, leuk, een meldje. Mag de hele weg voluit en dat doet hij ook. Jos Maza pakt 2-3 lengte voorsprong. Hero Dertals is tweede. Daarachter Haring Okina, dan Davy Magiek. Daarachter ligt Hazardeuze en dan de rest van het veld. En zo gaan de deelnemers weer de mist in. Letterlijk. Daar is wat beweging en we zien nog altijd de Rico Schavenmaker kleuren vooraan. Jos Maza, Hero Dertals op plaats 2 en daarachter volgt op de derde plaats Haring Okina. En de rest lijkt wat zoek gelopen in dit geweld. Zo gaan ze de laatste bocht in. En het is nog altijd Jos Maza die de leidt en inmiddels is hij halverwege de Tjarda bocht. Jos Maza, daarachter op de tweede plaats Hero Dertals en de derde plaats voor Haring Okina. Jos op pure macht, want speed heeft hij niet, gaat als eerste de laatste rechte lijn in. Hero Dertals ligt vlag op zijn rug en die gaat het nog wel even proberen. Nu moet Jos ook nog een keer gaan versnellen. En dat doet hij ook. Jos Maza aan de binnenkant. En de buitenkant Hero Dertals. Jos Maza leidt nog altijd. Maar heeft nu wel wat problemen. Jos Maza, Hero Dertals komt steeds dichterbij. Jos Maza, Hero Dertals. En op de streep wint Jos Maza voor Hero Dertals. En plaats 3 daarachter is voor Haring Okina. Tijd van de winnaar. 13-6.